Dispuut Durendal, onderdeel van studentenvereniging Carolus Magnus, mag geen grootschalige feesten meer geven in de eigen woonpanden aan de Staringstraat in Nijmegen. Dat krijgen de dispuutleden binnenkort te horen van verhuurder SSHN. Half oktober liep een festiviteit om het 80-jarig bestaan te vieren met ruim 200 bezoekers uit de hand. De politie maande de studenten herhaaldelijk tot rust en ging vervolgens midden in de nacht tot ontruiming over. De 15 dispuutleden kunnen rekenen op een stevig gesprek waarin nieuwe afspraken over gedragsregels aan de orde komen. Het is nog helemaal niet zeker of er een zandtransportband op bedrijventerrein TPM West aan de Oostkanaaldijk komt. Dat laat de gemeente Nijmegen weten als reactie op een bezorgde brief van de bedrijvenvereniging van het industrieterrein. Die schreef de brief naar aanleiding van een noodsignaal dat het bedrijf Sinton een aantal weken geleden afgaf. De manier waarop het zand dat gewonnen wordt in de Beuningse Plas vervoerd moet worden, wordt nog onderzocht. Mocht een zandtransportband als serieuze optie naar voren komen, dan moet het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein daar zelfs voor gewijzigd worden. De gemeente geeft aan in de besluitvorming nadrukkelijk de belangen van de bedrijven in acht te nemen. Sinton liet een rapport maken over de gevolgen van een zandtransportband voor het bedrijf. Burgemeester Hubert Bruls geeft aan in afwachting te zijn van het afronden hiervan. Sinton meldt zelf dat het in de zomer al een rapport ingeleverd heeft dat weliswaar deels op aannames berust. Daar heeft het geen officiële reactie op mogen ontvangen. Ook geeft Sinton aan niet inhoudelijk op de hoogte te zijn van de reactie van de gemeente op de brief van de bedrijvenvereniging TPM West. Het doek valt voor de gemeenschappelijke regeling Bergerde. De exploitatie van het glastuinbouwgebied in Lingewaard, waar ook de gemeente Nijmegen een aandeel in heeft, verkeert al geruime tijd in zwaar weer. Een zoektocht naar alternatieve bestemmingen voor dit gebied leverde geen resultaat op. De eindafrekening kost de gemeente ruim 13,5 miljoen euro. Een bedrag dat grotendeels al gereserveerd was. Daarnaast kunnen de gronden van bedrijventerrein Gift Noord tot minstens 2020 niet verkocht worden. Dit schrijft het college aan de gemeenteraad in een reactie op de uitspraak van de Raad van State. Nadat de provincie Gelderland het bestemmingsplan blokkeerde, ging de gemeente in beroep. Dit beroep is met de uitspraak op niets uitgelopen. Bedrijven die kavels van 5 hectare of meer zoeken, komen nu terecht op park 15 bij Oosterhout. Dat terrein in de gemeente Overbetuwe lijkt door de ontstaande situatie een monopoliepositie te hebben verkregen.